Volgende vraag, want u bent ook heel kritisch over het vaccineren. Terwijl volgens mij al die ondernemers denken van, kom op jongens, vaccineren, dan kunnen we weer open. Waarom bent u daar ook kritisch over? Nou, ik laat me adviseren door andere hoogleraar. En die zeggen, ja, de kwetsbaren vaccineren, prima als ze dat vrijwillig willen. Maar om de hele samenleving te gaan vaccineren, dat is echt onzin. Er stond vandaag in het AD stond er weer een mooi artikel van twee immunologen die ook zeiden, nee, de kwetsbaren vaccineren, prima. Maar je gaat niet jongeren vaccineren die daar helemaal... Ja, meneer Ossaus is het daar niet mee eens. Er is op het ogenblik helemaal geen sprake van het vaccineren van jongeren. We vaccineren de kwetsbare mensen en dat vaccin dat werkt. Ja, dat zien we in Israël, dat zien we op verschillende plaatsen. Dat vaccin dat werkt. Bent u daar ook van overtuigd? Nou, voor de huidige mutatie zeker, natuurlijk. En binnenkort hebben we allerlei andere mutaties. Helpt. Wat is de huidige mutatie? Wat bedoelt u? Nou, er zijn miljoenen mutaties, maar de huidige mutatie die hier rondgaat, daar is een vaccin voor ontwikkeld. En volgend jaar zullen we weer... Dus u bedoelt het originele virus wat uit China vandaan gekomen is? Dat noemt u de huidige mutatie? Nou, ik heb begrepen dat er 8 verschillende stammen zijn. Maar ik ben geen viroloog, ik ben een Kamerlid. En ik controleer geen virologen, ik controleer het kabinet. En die moeten uw advies wegen, maar die moeten ook het advies van een cardioloog, een oncoloog en een econoom wegen. Ja. En dat doen ze niet. En dat is mijn bezwaar. Maar gaat u die vaccinatiecampagne steunen? Gaat u zeggen tegen mensen, kom op, neem het vaccin. Want dan kunnen onze ondernemers sneller weer aan het werk. Als je in de kwetsbare groep zit, dan zou ik zeggen, en je wilt dat graag, dan hou ik je niet tegen. Maar ik ga geen vaccin nemen, want nee. Ik ben een gezonde, normale persoon. Maar dan gaat het langer duren voordat die ondernemers weer open kunnen. Waarom zou u daar niet aan meedoen? Nee, dat is niet helemaal waar. Want als je gevaccineerd bent, dan kun je nog steeds besmet raken. Je kunt ook nog steeds besmettelijk zijn. Dat is de vraag. Dat weten we niet precies. Dat weten we niet precies. En de verwachtingen zijn, en er zijn de eerste aanwijzingen ook, dat je veel minder besmettelijk bent in ieder geval. Ja, dus met vaccinatie reduceer je. Als je dus meer mensen kunt gaan vaccineren, daar is nou een race om dat zo snel mogelijk te doen. Ja. Als je nu gaat zeggen, ja, ik zou het niet doen, dan zitten die ondernemers nog veel langer op slot. Ja. Kunt u zich voorstellen dat er heel veel mensen, ook mensen die nu kijken, denken van, dit is heel gevaarlijk wat hij eigenlijk zegt. Of hoe hij denkt. Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Kijk, wij kijken gewoon naar de feiten. En als je ziet hoe dat in andere landen gaat... Ik heb het net over gehad. Nou ja, oké, dan kunnen we erop terugkomen. In alle verschillende landen gebeurt het op andere manier. Ja, maar...